Het is weer zomer en de zon schijnt volop. Tijd is om de fiets te pakken of om lekker op het strand te gaan liggen. Maar hoe doe je dat eigenlijk veilig, zodat je huid zo min mogelijk schade oploopt? Ik vraag het aan onze dermatoloog Ellen de Haas. Zij heeft vandaag spreekuur in de havenpoli. Hoi Ellen. Nou, ik ben net even 10 minuten buiten geweest. Dan is het toch niet nodig om mij in te smeren? Nou, eigenlijk als het felle zon is, moet je je iedere dag even insmeren. Ik heb thuis bijvoorbeeld een zonnebrandcrème voor mijn lichaam, maar ook één voor mijn gezicht. Is dat nou echt nodig of is dat een verkooptruc? Dat is een beetje een verkooptruc. Want je huid is weliswaar verschillend in je gezicht als op je lichaam. Maar zonnebrand is zonnebrand. Wat ik altijd moeilijk vind als ik bijvoorbeeld op vakantie ga om zonnebrandcrème te kopen, is dat ik echt niet weet wat ik moet kopen. Moet ik nou de duurste halen of de goedkoopste? Wat vindt u? Je moet eentje nemen met een goede factor, factor 30, bescherming UVA en UVB. En hoe duur het is of hoe goedkoop het is, maakt echt geen bal uit. Hoe zit het met kleine kinderen? Moet je die nou ook insmeren met 30 of 50? Kijk, het verschil tussen factor 30 en 50 is één trapje erger, maar het is vaak veel duurder. En je moet je goed beschermen en dat is niet alleen smeren, maar ook kleertjes aantrekken. En zeker bij een kleintje, die kun je heel goed kleertjes aantrekken die ook UV-beschermend zijn. Dus dat helpt. En wat moet je nou doen als je toch bent verbrand? Dan moet je koelen. Smeren en koelen. Dus of onder een koude douche gaan staan, en dat is niet fijn, en een crème smeren. En als het echt heel erg is, geeft de huisarts soms een anti-eczeemcrème, een steroïdcrème, die de ontsteking eruit haalt. Maar het is natuurlijk echt niet de bedoeling dat je het zover laat komen. Ja, stel ik ga op vakantie of ik ga in de zon liggen of ik ga fietsen in de zon en ik smeer mij niet in. Wat gebeurt er dan? Nou, dan heb je natuurlijk een kans dat je verbrandt en dat doet gewoon pijn. Maar als je je nooit insmeert, dan wordt je huid gewoon sneller oud en heb je ook een hogere kans op huidkanker. Als ik mij insmeer, dan gebruik ik bijvoorbeeld voor mijn onderarm ongeveer 2 spuitjes. Is dat voldoende? Ja, wat ook een hele goede maat is om aan te denken, is dat je met een flesje van 200 milliliter, en dat zijn de meeste flesjes, je 6 keer van top tot teen kan insmeren. Wat je ook bijvoorbeeld vaak ziet is dat mensen onder een parasol gaan zitten en zich niet of heel weinig insmeren. Is dat dan oké? Nou, wel of niet onder de parasol is een verschil van een factor 2. Dus dat is eigenlijk maar heel weinig bescherming. Gaat u zelf in de zon? Ik kom buiten. Ik zwem heel graag, dus ik kom buiten. En dan is dat smeersel zo vertrokken. Maar ik verbrand nooit. Iedereen moet voor mij buiten spelen, want dat heeft gezonde eigenschappen. Bewegen. Je hebt een beetje vitamine D nodig, dus even naar buiten is goed voor mensen. Maar in de zon gaan liggen bakken om bruin te worden, daar zijn wij niet voor gemaakt.